Schilder je al jaren en wil je jouw stijl graag verder ontwikkelen? Of heb je nog nooit een kwast vast gehad en wil je graag leren schilderen? Dan ben je welkom bij Bliss voor de schildercursus. In feite kun je het overal mee gebruiken, maar het hoeft niet continu. Maar kijk, als je dit taak dik doet, bijvoorbeeld, je zet dit nog dik aan, ja. Krijg je daar weer die streep weer weg door het juist dikker te maken. Zeg maar, omdat je dit doorzichtig wil laten, ja, is het een mooie middel ervoor. Zeg maar. En volgens mij is het ook zo dat jij dan, als je dit accentueert, dat je hier ook minder, dan is je kan het ook andersom doen, hè? Doordat je dat accentueert, is dat stuk, krijg je ook in één keer een andere dimensie, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je kunt daar in dat stuk blijven schilderen. Maar het kan ook zijn dat alleen door het accentueren van dat, dat je dan wel ziet, hé, dan moet daar misschien nog net een vlekje bij, dan is het ook goed. Open en gesloten zit er eigenlijk al in. Eigenlijk moet je daarop door, ja, zou je daarop door kunnen gaan, want dat is eigenlijk wat je wil. Je wil dat loslaten. Ja, dat ga ik zo proberen. Ja, oké. Okay. Het ultieme voorbeeld dan van loslaten. Hè? Ja. En, ja, voilà, je weet goed. Ja. Loslaten, ja. Ik vond het heel mooi. Ja. Mooi, ja, mooi voorbeeld. En natuurlijk zijn er reacties van, ja, wat is, ja, dat kan ik ook. En, ja, ik zeg, ja, het gaat niet dat je dat kunt. Achteraf merkte ik dat ik letterlijk heel veel kwijt was. Dat er letterlijk heel veel wat in mijn hoofd zat gewoon weg was. Wat dat eruit was. En ja, dat, we hebben samen ook dat doek besproken. En daarin kwam ook naar voren dat ik uiteindelijk had ik ook een persoon waar van alles uitging qua emoties. En het was heel bijzonder. Gewoon een hele bijzondere ervaring. Ik hoop dat ik jullie een goede indruk heb gegeven van hetgeen Bliss te bieden heeft. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.kunstatelierbliss.nl of loop eens binnen. Tot snel!